Hallo, mijn naam is David Dimitrov. Dit is mijn eerste video van mijn YouTube-kanaal. Eerst en vooral, ik ben al 30 minuten aan het praten. En ik dacht dat ik op record had gedrukt, maar dat was het dus niet. Dus ik heb zoveel shit gezegd net. En nu moet ik het weer allemaal herhalen. Dus ik hoop dat het niet zo awkward gaat zijn en zo. Dus oké, ik ga mezelf weer voorstellen. Mijn naam is David, zoals ik heb gezegd. Ik ben van Gent, België. Ik ben 23 jaar. En ik heb deze YouTube-kanaal gestart. De reden is eigenlijk omdat ik een soort van vlogs... niet echt vlogs, maar ik wil zo... mijn eigen motiveren, zeg maar. Door video's te plaatsen om te zien van waar ik kom en waar ik nu sta. Snap je? Sowieso, de bedoeling van deze kanaal is niet één iets specifiek, zoals fitnesskanaal of autokanaal of iets dergelijks. Het is eigenlijk alles tezamen. Dus alles wat ik wil bereiken in mijn leven, ga ik eigenlijk hierop plaatsen. En ga ik ook meedelen met jullie, ga ik jullie tips geven. En ga ik mijn eigen, hoe ik het heb meegemaakt, meedelen. Zodat dat misschien jullie kan helpen. Kijk, mijn eerste doel nu, mijn grootste doel sowieso, is vermageren. Ik ben altijd al aan de zwaardere kant geweest. En ik heb nooit sixpack gehad, ik heb altijd buikje gehad. Ik heb nooit zo echt zo dikke buik gehad of zo, maar je kon wel zien dat ik overgewicht heb en zo. Kijk, deze trui die ik nu aan heb, dat is echt XXL. Dat was van die days dat ik echt dik was. Toen ik woog 120 kilo. Nu ben ik 94 kilo momenteel. Daarom dat die zo groot lijkt. Dus waar ik nu mee bezig ben, is eigenlijk watervasten. Ik weet niet of iemand van jullie dat ooit gehoord heeft, wat dat is eigenlijk. Maar dat is eigenlijk vasten waarbij je alleen maar water drinkt. Dus dagen aan een stuk. Dit is mijn derde dag momenteel waar ik nu mee bezig ben. En ik ben in 3 dagen al 4 kilo kwijtgeraakt. Dus 3 dagen geleden woog ik 98 kilo. En nu weeg ik 94 kilo. Dat is 93,8 zoiets. Ik ga even een koffietje drinken. Dus kijk, zoals ik zei, tijdens je watervast moet je eigenlijk alleen maar water consumeren. Maar ik drink ook koffie, want in koffie heb je geen calorieën. En ik drink ook zo cola zero, Red Bull zonder suiker en zo. En ik doe dat eigenlijk wanneer ik echt heb van shit, ik heb dan nog honger, ik wil echt iets eten en zo, dan drink ik zo die cola zonder suiker en zo, want door dat bruis heb ik zo het gevoel dat mijn maag vol is en heb ik weer geen honger. Een tip dat ik ook kan geven, gewoon als je echt honger hebt, drink gewoon water en dan gaat die honger ook meestal weg. By the way, ik wil ook stoppen met roken. Het is wel een beetje moeilijk. Dit is mijn eerste video zoals ik zei. Ik ga ook mijn body transformation meedelen. Zoals ik zei, ik doe dit ook voor mijn eigen. Dus ik ga nu mijn body tonen, hoe dat ik er nu uitzie. Kijk, ik kom wel van ver, want vorig jaar woog ik 120 kilo. En ik ben altijd al dik geweest, maar vorig jaar was het echt zo van... Shit, ik was nog nooit 120 kilo, ik was nog nooit op die level. Dus ik dacht van, ik moet echt changen dit dat. Ik begon dieet te doen en zo. Vroeger was ik ook zo'n guy die altijd naar de gym ging, zo elke dag na school. Ik vond dat ook makkelijk, want dat was zo'n routine voor mij. Ik ging naar school, middelbaar en zo. Daarna, ik breng mijn gymbag mee met mij. En na school, ik ga gewoon direct naar de gym. Want meestal, na de gym, ik had geen zin om te trainen en zo. Ik wou gewoon naar huis gaan. Ik vond school fucked up. Ik wou gewoon naar huis gaan. Ik wou chillen, dit, dat.
Maar als ik mijn gymbag mee had, ik heb zoiets van, ik heb die gymbag, ga naar de gym. En dat was mijn manier om altijd naar de gym te gaan. Ik ging sowieso 5 keer minimum per week naar de gym en soms ook 7 dagen per week. Toen ik net begon te trainen. Maar sindsdien heb ik altijd zo ups en downs gehad. Tot 2 weken geleden ging ik ook altijd naar de gym en zo. Maar 2 weken geleden, ik ben mijn motivatie verloren. Omdat ik eigenlijk, ik ben weer zo even begonnen met smoken en zo. Ik wil echt niet meer smoken. Kijk, mensen die smoken en die daardoor zo struggelen. Ik zeg, stop daar gewoon mee. Is echt niet waard. Dus ja, ik ga mijn body tonen nu. Dus 2 weken geleden voordat ik smokte, woog ik 87 kilo. Want ik had toen ook waterfasting gedaan en zo. Wacht hè, dus voordat ik begon met die waterfasting, woog ik 91 kilo. En ik heb dat 3 dagen gedaan. En toen woog ik 87. En ik had bijna sixpack, hè. Ik zweer hier zo. Ik had al die sixpack. En zoals ik zei, in 2 weken tijd 10 kilo bijgekomen. Je weet, die vetlaag hier, dat is weer terug en zo, fucked up. Nu gaan we er weer zorgen dat dat weg is. Dus ik ben nu 3 dagen bezig, ik ben al veel vermagerd. Dat was echt veel erger. Dus daar ben ik al blij om sowieso. Dus dit is mijn body momenteel. Oké. Dus sowieso, ik wil echt die summer body en zo, dus we gaan daarvoor zorgen. Dus kijk, nu, dit is 94 kilo. En ik ga jullie updates geven over hoe het gaat, hoe ik mij voel tijdens de watervast. En let's go zou ik zeggen. Kom mee met mij op deze journey. En als jullie zien van dat werkt echt goed en zo, dan kunnen jullie dat ook doen. Kijk, ik ga eerlijk zeggen, dat is echt de makkelijkste en snelste manier om te vermageren. Momenteel werk ik niet, dus is dat wel makkelijk voor mij. Want mijn energielevels zijn sowieso niet top nu. Maar ik kan het gewoon omdat ik niet aan het eten ben, niet aan het werken ben en zo. Dus ik ga even een sigaretje lighten. Dus dat is sowieso mijn eerste doel. Wacht, ik ga even het t-shirt aandoen toch. Oké. Dus dat is het eerste, maar zoals ik zei, deze YouTube kanaal gaat niet enkel over fitness en body transformation gaan en zo. Het is eigenlijk over heel mijn life en hoe ik een betere versie van mezelf wil zijn. En daarom dat ik dit, doe om dat te vloggen, zeg maar. Mensen motiveren en ook mezelf motiveren. Een soort van community opbouwen misschien, wie weet. Dus ja. Wat ik ook in de toekomst sowieso op deze kanaal ga meedelen is gewoon thoughts about myself en zo. Dus als ik ergens mee zit, ga ik het gewoon op deze kanaal plaatsen. Ga ik het gewoon meedelen. Ik ga open kaart spelen met de hele wereld. En ik wil gewoon echt een betere versie van mezelf worden. Zoals ik zei, kijk, ik ben 23 jaar. Ik weet dat er veel mensen zijn gelijk mij en dat ze zich ook fucked up voelen. Ik ben 23 en ik heb nog niks bereikt in mijn leven. En ik wil daar echt een verandering in maken. Ik woon bij mijn oma. En ik heb geen auto. Momenteel werkloos, Dus het is ook daarom dat ik zo even depressief was. En ik heb dat altijd in mijn leven zo van, het gaat goed, maar dan ineens, er gebeurt iets en dan geef ik op.
En dat is echt fucked up. Ik wil echt niet meer zo zijn, want zo ga ik niks bereiken in mijn leven. Snap je? Ik zie mensen op mijn leeftijd. Sowieso, het is niet goed om jezelf te vergelijken met andere mensen. Want je moet jezelf altijd vergelijken met de versie van jezelf van gisteren. Maar dat gebeurt gewoon, snap je? Zeker als je op sociale media zit en zo. En je ziet die mensen die zelf jonger zijn dan jou, of even oud als jou. En die hebben het gemaakt. Ik spreek over Lambo's, je weet, Ho's. Alles, snap je? Dus dat is wel... Ja, sowieso, dat is niet mijn doel in het leven, maar dat zorgt er wel voor dat ik mij slecht voel. Dus kijk, als jij aan jezelf aan het werken bent, ik raad je sowieso aan om niet te veel op sociale media te zitten en zo, of gewoon sociale media te gebruiken als je er zelf baat bij hebt. Dus als je er zelf beter uit gaat komen. Bijvoorbeeld, volg mensen op sociale media die je motiveren, die je iets leren, dit, dat. Snap je? Niet gewoon zo mensen volgen die aan het flexen zijn en zo, snap je? Dus, als dat je motiveert, dan kun je hen wel volgen en zo. Maar ga daar niet zo te diep op in. Dus, dat is sowieso een tip dat ik kan meegeven. Dus, ja... Oké. Dus ja, dat is het zo een beetje. Ik ga proberen om zoveel mogelijk te posten. Ik heb gisteren ook een video gepost in het Engels. Maar mijn Engels is oké en zo, maar ik voel me niet zo gemakkelijk. Ik voel me niet zo comfortabel in het Engels. Dus daarom dat ik het in het Nederlands doe. En misschien in de toekomst ga ik... ga ik het ook in het Engels doen, of wie weet, we zien wel wat er gebeurt. Dus ik zou zeggen voor nu, dank je wie er gekeken heeft. Als jullie vragen hebben, of comments of zo, ik ben altijd open. Laat comment achter, like, dit, dat, je weet, ik hoor dat altijd op die video's, dus ik zeg dat ook nu. Het is mijn eerste video, je weet, ja. Dus ja, ik wou deze YouTube shit, ik wou dat al doen sinds mijn 15, sinds ik gestart was met de gym. Maar het is er nooit van gekomen omdat ik nooit vertrouwen had in mezelf. Ik dacht van wie gaat er naar mij kijken, dit dat. Maar nu, dat interesseert mijzelf niet, ik doe dat gewoon voor mijn eigen zelf. Als er niemand kijkt, mohim, ik doe mijn ding, snap jij. Zelfs als niemand naar mijn video's kijkt. Ik ga naar mijn video's kijken en ik ga mijzelf vergelijken met de versie van gisteren. Dus ik win sowieso, snap je? Dus ja. Oké, dus dat was de eerste video. Dank je aan iedereen die gekeken heeft. En ik zou zeggen, hopelijk tot morgen of binnen 2 dagen of zo. We zien wel wat er gebeurt. Ciao.